Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik van Vuren. Voor de vaste kijkers onder jullie, welkom terug. En voor de nieuwe kijkers, ramp gelijk ook even op die abonneerknop. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je zowel je video als je audio met één druk op de knop kan verbeteren. En het is echt zo makkelijk als dat het klinkt. Laten we beginnen met de audio. Als je net zoals ik veel onderweg ben en je wilt iets gelijk monteren en versturen, dan kan het veel tijd kosten om ook nog eens een keer je audio natuurlijk ietsje mooier te maken. Ik heb even een voorbeeld opengezet. Het is de review van de Aperture lampen. Link staat in de beschrijving daarvan. En dan kan je zien hier op audio 1 staat mijn spraak. En dan kan je al zien dat ik door middel van de pen tool een lijntje heb getrokken wanneer de audio harder en zachter moet. Maar nu wil ik de video ook nog voorzien van muziek. Want je kan zien dat er 1, 2, 3, 4... 5, 6 gaten zijn waarin ik natuurlijk even ophoud met praten, zodat je rustig naar de beelden kan kijken. En daar moet natuurlijk even een stukje muziek onder. Nou, hier heb ik het muzieknummer, die sleep ik erop. En wat ik normaal gesproken zou doen, dan druk ik wederom op de P van pen tool. En dan wil ik hem hier ietsje zachter hebben. En dan moet die lijn dus omhoog op het moment dat het daar even niet gesproken wordt. En daar komt mijn tekst weer aan, dus dan moet hij weer naar beneden. En hetzelfde voor hier. Nou ja, je snapt het idee, dat kost wel aardig wat tijd en dit is nog maar een video van 3 minuten. En als je natuurlijk heel erg in tijdnood zit, dan kan dat heel erg veel tijd gaan kosten. Dus wat kunnen we nu doen? We halen het nummertje even weg. We gooien hem nog een keer in. Wat ik meestal nog even doe, even tussendoor, ik druk op G. Daarmee kan je de maximale piek aangeven. Die zet ik nu even op -3. Dat is een kleine tip. Maar wat nu het allermooiste is een update die dus afgelopen week in Adobe Premiere Pro is uitgevoerd. En ga je hierboven naar Window en dan Essential Sound. Dan komt er een nieuwe box open te staan en dan ga je naar Muziek. En hier zit een functie in, die komt oorspronkelijk uit Adobe Audition. Dat is een andere app waarmee je vooral je audio wat mooier kan maken. Maar dat is nu dus geïntegreerd in Premiere, dus je hoeft Premiere niet meer te verlaten. Dat was heel erg fijn. En wat je zal zien is dat er dus een nieuwe functie is toegevoegd, die heet dus ducking. En die vink je aan en hier kan je eventueel aangeven waar tegen die dat moet doen. Nou, in ons geval is dat spraak en dat kan je hier dus aanklikken. Hier zie je bijvoorbeeld een dialoog of tegenover muziek of tegen een special effects clips. Nou ja, ga allemaal zomaar door, maar wij willen dus spraak. Dit zijn de settings, daar kom ik zo nog even op terug. En wat je dus letterlijk doet, er staat generate keyframes. Daar druk je op en bam, dat is echt onvoorstelbaar. Hij analyseert waar de tekst staat, waar de gaten zijn en daar zet hij de audio dus hoger. En op het moment dat je weer begint met praten, dan zet hij de muziek automatisch weer wat zachter. Dit is dus een video van 3 minuten met 6 gaten waar dus muziek omhoog moet komen om even tot rust te komen. En hij ziet dat zelf en hij vult dat zelf in. Dat is echt briljant. Dit gaat me echt zoveel tijd besparen. Dan kan je eventueel nog hier met de settings spelen als je zegt van joh, ik wil dat het nog ietsje sneller naar beneden verloopt. Dan kan je de waardes nog wat verhogen. Of je wil dat hij nog zachter gaat op het moment dat de tekst inkomt. Dan kan je zeggen, joh, ik wil dat de decibels naar -22 gaan. En drukken we weer op Generate Keyframes. En hij past gewoon die hele track, die past die aan. Dat is echt heel bijzonder. En dan nu je video. Stel je hebt nog niet heel veel ervaring met color graden. Of je hebt met 2 verschillende soorten camera's gedraaid. Zeg een Sony en een Canon. En die verschillen natuurlijk heel erg qua kleurweergave. Dan kan je die heel makkelijk laten matchen. Of je wilt een bepaalde sfeer nabootsen. Dan is dat nu letterlijk 1 druk op de knop. Ik heb hier even een nieuwe sequence aangemaakt. Dit is een shot wat ik in de bergen van Duitsland heb gedraaid. Recht uit de camera. Niet heel veel contrast. Niet heel veel sfeer. En we willen het sfeertje van Ozark eigenlijk eraan toevoegen. Ozark is een serie op Netflix, zeker even kijken. Maar het is op een hele bijzondere manier gecolorgrade. Je ziet dat het groen is niet echt groen meer, geel is niet echt geel meer. En er zit heel veel blauw tint in. En dit lijkt me het ideale uitgangspunt voor het sfeertje wat ik aan mijn shot wil toevoegen. Ze staan allebei bij elkaar op de tijdlijn. Hoeft nog niet eens zozeer, ze kunnen ook verspreid bij elkaar zijn, zolang ze maar in dezelfde tijdlijn zitten. We selecteren de clip die we willen aanpassen. We gaan bovenin naar Window en naar Lumetri Color. En dan zie je hier de nieuwste toevoeging. Dat is Color Wheels and Match. Wij willen dus een shot gaan vergelijken met elkaar. Hier heb je eventueel nog Face Detection. Op het moment dat er een gezicht in je shot zit, dan houdt hij rekening met de huidstinten. Dus in dit geval even niet zo. We drukken op Comparison View en hij maakt automatisch een split screen aan. En dan kan je hier op je reference monitor kan je zeggen, oké, waaraan moet hij het refereren? Nou, in dit geval is het dus ons Ozark shot. En we drukken letterlijk op Apply Match. Boom. Klaar.
Houd er wel rekening mee, het zijn geautomatiseerde processen. Dat betekent dus niet dat je maar kwakkeloos wat kan gaan schieten en verwachten dat die ene knop gelijk je hele scène gaat omtoveren. Het is gewoon een kleine snelkoppeling die je gaat helpen om je resultaat iets makkelijker te behalen als de basis al goed is. En daar moet je dus altijd nog vanuit blijven gaan. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Als het zo is, druk dan even die blauwe duim omhoog. Ook abonneren als je het niet hebt gedaan. En ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei!